Ik ben Piet Buyssen, burgemeester van Dendermonde. Dit jaar kunnen we een heel mooi project realiseren. De nieuwe wegenis van het Begijnhof. Vernieuwde wegenis van het Begijnhof, moet ik natuurlijk zeggen. Het dossier sleept al jaren aan. De mensen van onze stad, maar vooral veel toeristen, klagen erover. Het was een erfgoeddossier, het heeft lang geduurd. De kogel is door kerk. We beginnen. Kost dat veel geld aan Dendermonde? Ja, dat kost wel wat geld, maar het wordt natuurlijk ook gesubsidieerd, omdat het een erfgoeddossier is. Maar het was vroeger de weg van de VZW Begijnhof. De VZW kon het eigenlijk niet waarmaken. De stad heeft gezegd, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Het is een weg, veel mensen gebruiken hem, van onze stad. Ook veel oudere mensen die daar wonen gebruiken deze weg. Hij is echt bijna onbegaanbaar. In dit slechte weer is hij ook bijna onbefietsbaar. Kortom, een dringend werk. Jarenlang hebben we moeten wachten en nu zijn we aan de uitvoering. Tijdens het werk zal het natuurlijk miserie zijn. Je kan geen omelet bakken zonder de ei te breken. Maar als ze al klaar zijn, gaat iedereen opgelucht ademhalen. Onze topwinkelstraat, de Oude Vest, is eigenlijk een straat die veel te druk is. Er wordt heel veel geparkeerd, schuin geparkeerd. En de fietsers, ja, die lopen daar eigenlijk te veel risico's. We moeten deze straat eindelijk aanpakken. Het zal uiteraard gaan samen en in gesprek met de handelaars. We hebben een nieuwe parking gekocht op die Oude Vest. Dat betekent dat we meer auto's kunnen verplaatsen. Een nieuwe herinrichting die het niet alleen veiliger maakt, maar ook aangenamer maakt voor iedereen die kan winkelen. Daar moeten we naar streven. Ook hier goed bespreken, veel stakeholders betrekken, mensen allemaal betrekken en zorgen dat we een tof resultaat hebben. Ik hoop dat we binnen 6 jaar hiermee klaar zijn. En wordt het parkeren daardoor dan ook duurder? Het parkeertarief, dat is nog een discussie die we helemaal moeten voeren over gans onze binnenstad. De parkeertarieven in Dendermonde zijn heel laag, omdat we 6 jaar lang niks van inflatiecorrectie gedaan hebben. We moeten eens bekijken, hoe zitten we ten opzichte van andere steden, hoe zijn we geëvolueerd in de voorbije jaren. Dat moet nog gaan, maar deze herinrichting heeft eigenlijk minder met parkeerprijs te maken, maar wel met parkeeraanbod en parkeerkwaliteit. Maar ook vooral met omgevingskwaliteit. Aanslepend probleem waar ik me al jaren aan erger, dat zijn de fietsverbindingen tussen onze deelgemeenten en de stad. Ik was 18 jaar geleden gestart als schepen van mobiliteit en openbare werken. Je zet al die programma's, al die projecten in de stijgers en wat merk je? 12 jaar burgemeester, geen enkel lintje geknipt. Niet dat ik nu graag lintjes knip, maar ik vind het doodjammer dat je voor zo'n belangrijke zaken, fietspaden waar de mensen naar ons centrum voor fietsen, waaronder 4000 scholieren die in onze stad naar school gaan, dat is eigenlijk onverantwoord. Die moeten er nu in deze jaren echt wel komen. Maar dan kan u als burgemeester toch wat druk op de ketel zetten? God, er zijn enorm veel problemen. Complexe dossiers, Vlaamse regelgeving en toch wel de bottleneck op al dat soort ontijgeningen. Ook al gaat het over een klein stukje van een voortuin, een afsluiting, dat vergt hele lange procedures. Als de mensen mee willen werken, gaat dat vlot. Als ze niet mee willen werken, gaat dat traag. Moet je soms naar de rechtbank gaan, gerechtelijk. Dat is een leidersweg. Dit zou op Vlaams niveau moeten aangepakt worden. Als we dit nodig hebben, in dit geval voor de veiligheid van de fietsers en zeker van de veiligheid van schoolgaande kinderen, laat ons dat razendsnel ontijgenen. De mensen correct vergoeden, zeker en vast correct vergoeden, maar laat ons snel werken. Ik heb dat al aan elke minister gezegd die in Dendermonde komt, ook aan de huidige minister van Mobiliteit. Pak dat anders aan. Ooit heeft men dat gedaan voor het bouwen van nieuwe dijken in Vlaanderen. Daar is toen niemand verdronken, veel schade, maar niemand verdronken op die fiets. Het was het woord van het jaar, hè? Het moordstrookje op die fietspaden. Ja, daar sterven wel mensen en kinderen. Dat is eigenlijk niet meer te verantwoorden. Die knoop moet doorgehakt worden. En kan u als stad intussen toch al niets doen? Nee, het zijn meestal gewestwegen. En de stad neemt samen met de mensen van het Vlaams gewest het heft in handen. Onze ingenieurs, onze mobiliteitsambtenaren werken daar allemaal aan mee. Onze schepenen van mobiliteit werken daar aan mee. Iedereen probeert die dossiers vooruit te duwen. Maar het feit dat het zo traag duurt, ja, dat kan je aan geen mens meer uitleggen. En ik begrijp de mensen wat dat betreft. Ze zitten op hun veiligheidshonger en terecht. En ik hoop niet alleen, ik wil dat we daar nu eindelijk oplossingen hebben. Wat we zeker niet gaan doen, is onze inspanningen die we nu leveren in het kader van het klimaatburgemeestersconvenant terugschroeven. We hebben daar als stad al 6 jaar lang op ingezet. Dat betekent onze gebouwen rationeel verwarmen, isoleren, minder energie verbruiken, ons wagenpark vergroenen, onze elektriciteitsverbruik laten dalen, de openbare verlichting verledden. We zetten daar heel erg op in. Wanneer we nu vandaag ook weer horen hoeveel mensen en jonge mensen vooral rond het klimaat bezig zijn, dan zeg ik, ja, toch wel, die hebben wel gelijk.
gelijk. Er stond een hele mooie kaart in de krant vandaag. Als de zeespiegel stijgt dankzij de opwarming van de, of ondanks, nee dankzij, ik moet het zo zeggen, de opwarming van de aarde met 2 graden, dan is een heel stuk van Vlaanderen weg. En mijn stad ook. Ik heb kinderen en kleinkinderen. Zij moeten ook nog een dendermonde hebben. Daar gaan we voor.